Dit is Tibbe de Vries. Wat heeft u precies gehoord? Meneer Lemaitre, ik wil vragen. De aller, allerslechtste journalist van Killendoorn. Hier nog wat speciaals gebeurd? Nee, alles gewoon zijn gangetje. Heb jij nog nieuws? Ik kan acht voor me opstellen. Tibbe, dit gaat toch gewoon niet? Maar vanaf 6 december krijgt hij hulp. Juffrouw in een boom. Van een merkwaardige juffrouw. En haar vrienden. Ik ben het, Minoes. Poes Minoes uit de Emmalaan. Ik snap ook niet waarom ik eruit zie als een mens. Is er tovenarij in het spel? Weet ik niet. Stomme trut. Deze kerst. Hoe kan je dan met poesen praten? Ik ben er zelf weer geweest. Is er één film die niemand mag missen. Grappig. Minoes. Ik dacht eigenlijk dat ik wel iets voor u kon betekenen. Ik heb een paar nieuwtjes gehoord onderweg. Nieuwtjes? Killendoorn zoekt brand, of beter gezegd, Tibbe de Vries is er weer als eerste bij. Naar het spannende boek van Annie M.G. Schmid. Minoes! Minoes! Er is iets vreselijks gebeurd. Een weldoener van onze stad, meneer Ellenmeet. Een weldoener. Lijkt een gemene schurk. Wat een rotzak. Ellenmeet heeft de jongen van Jakkepoel. Huh? Oh, lieve heer, doe iets. En de dapperste helden van Killendoorn. Ellenmeet doet dingen die niet kunnen. Hij is gevaarlijk. Ah! Opende de jacht op Ellenmeet. Ellenmeet, weldoener of boosdoener. Wat goed, Tibbe. Er is hier iemand die probeert mij gewoon zwaar te maken. Schandalig! Op naar de fabriek! Ah! Juffrouw Minoes! Deze winter... Minoes! ...is er maar één naam die je moet onthouden. Minoes. Oh, het is een poes. Sorry, ik had het niet meteen gezien. Hou je kop, Simon. Sorry hoor. 6 december in de bioscoop.